Vandaag kregen de bakkers hun eigen juryrapport. De bollen van de Jong kregen een 9. Ook vorig jaar bakte de bakker uit Made de lekkerste Brabantse oliebollen. Hoe lukt het hem om al 2 jaar op rij de beste uit Brabant te zijn? Dat is heel kritisch zijn op de smaak. En dat gebeurt al vanaf augustus. Zijn we al bezig met het uitproberen van recepten. Het grootste aandeel ligt bij mijn vrouw en een aantal hele kritische klanten. En zo gauw als er iets mis is of het is niet naar de zin, dan krijg ik dat ook direct door en gaan we weer opnieuw uitproberen. Vorig jaar stond Kees de Jonge plaats 7. Hij is dit jaar 2 plekken gestegen. Wat is er veranderd aan het recept of is dat het geheim van de bakker? Ja, en dat wil ik eigenlijk zo houden. Iedereen wil natuurlijk zo'n lekkere oliebol proeven. Er zullen dit jaar dus wel een hoop oliebollen worden verkocht in Made. Nou, dat loopt in de duizenden. Dat heeft zich echt vertienvoudigd sinds dat we ermee begonnen zijn. En vorig jaar waren het er al heel veel en ik denk dat we dit jaar nog meer gaan verkopen. De complete lijst wordt morgen officieel bekendgemaakt.